Oh, dat is Minecraft. Oeps. Hoi. Hey. Gaan jullie zo meteen racen of? Ja, we gaan weer 45 minuten op een baan racen. Was het Eric die hier toen gereden? Nee, jij hebt hem nog niet gereden. Nee. Welke auto? Een retinue, de normale. Hoe is dat GTA? Hè? Hier. Ik ga wel over een andere party waar een andere vrienden. Hey, doei. Oh, geen probleem. Ik krijg wel gewoon een invite, denk ik toch? Ja hoor, ik zal je even inviten naar de dingen. Naar de ding. Okay. Yes. Doei doei. Doei. Gekke Kimpie, gekke Kimpie. Check. Wie had er ook weer gewonnen? Ik hè. Yes, er streams. Volgende giveaway is op 31-3, dus dat staat goed. Safe. Dan. Show more. Copy. Show more. Verwijderen. Plakken. En dan halen we het Beaver Bridge weg. Oh, Rally Masters kan blijven staan. Het is nu Jacco. Wacco. 82. En medium. Medium. Left. Save. En dan, nu openen we de stream. Young blood, do you want me? Hey, hey Bloemzak, check je telefoon. Nee. Moet hij nog überhaupt de stream wel kijken? Zo. Hij zegt bij mij hier. Hoe hij reed, heet ik wel voor gelijk trouwens. Oh poep, ik moet morgen nog een video maken. Oh. Wat is er morgen? Nou, als er dinsdag een nieuwe, je weet wel, uitkomt, nieuw seizoen Fortnite. Nou, ja, spannend. Dan moeten we toch ook wel weer wat battle passes weggeven. Spannend. Spannend. Maar ik denk niet dat ik het dit keer van tevoren doe. Ik doe het alleen tijdens de stream. Oh, it's not made for kids. Gekke stream. Heb je daddy's auto? Nice. Fortnite? Nee joh. Ik heb niet voor niks met Mookie vandaag zoveel levels gehad. Tering. Ik heb volgens mij in 2 dagen 40 levels. Nee, jij bent 70. Ja, je hebt 40 levels gehad in 2 dagen. Hey. Altijd hetzelfde. Ja, dit is al heel gay hoor. Ja, maar waar is die helikopter? Ik heb een helikopter gebeld. Die handicap kon me niet ophalen. Jullie sessie is bruikend. Ja, ja. Klopt. Staat welke auto moet je eigenlijk hebben? Staat de retinue. Sta je online? Nee, natuurlijk niet. Maar je zit in dezelfde crew, dus ik kan je ook via de crew uitnodigen. Yes. Helikopter, pick up. Ik zeg het jou. Als die handicap me nou niet komt opbouwen met zijn kut helikopter. Dan ga ik met een andere DNF helikopter naar Mookie, hem. Send game invite. You have a game invite. Hey. Zit je alleen aan die race sessie? Nee. Hij ik moet toch eerst... Ik heb die hele auto nog niet. Hoeveel kost die auto? 400. Ben serieus? Weet ik niet. Hoe duurt het? De retinue. We gaan eens even kijken. Legendary. Wilgert? Huh? De retinue, links of rechts?
komen. Ja, die handicap met zijn kuttelikopter, die komt gewoon weer niet, hoor. Ik heb mijn hele office vol staan met modded auto's. Eerste laag gewoon modded auto's zelf gemaakt. Tweede laag weet ik de naam niet meer. App PC of zo. En de derde laag in search of pick-up model. Nice. Ik ben er van een gebouw geflikkerd. Huh? Ik heb 1 miljoen en in-game items gevangen. Nou. Nou. Niet dat we er iets mee doen. Nee, dit is MK2. Heb je 80k? Ja. Daar heb je niet voldoende. Nee. Als de MK2 hier staat, dan zal die ook wel hier staan, denk ik. Nog verder. Oh hier, 615.000. Nou, maar ik word toch ook altijd hard genaaid, jongen. Hoe? Oké, even een. Dit is echt een serieuze vraag. Hoe heb je maar zo weinig geld in GTA na zo'n lange tijd? Hé! Hey. Ik heb niet zo van die gekke glitches als jullie. Oh ja, hij heeft glitches blijft natuurlijk. Natuurlijk. Ja, maar. Oh, ja, nee, maar. Kind dat je bent, Moki. Je kan nog steeds de glitches doen. Want het is nog geen PlayStation 5 GTA. Ja, het maar nog steeds... ik doe niet aan glitchen. Je doet niet aan glitches. Ik doe niet aan glitches. Maar die crew van jou. Hè? Weet je wat verdient, Oh. Nee, Moki. Niet. Moki lief. Moet je trouwens niet meer even heen gaan rijden, joh? Nee, ik ben daar niet goed genoeg voor. Ja, dat is inderdaad waar. Ik heb nog 9 miljoen en ik doe ook bijna niet te glitchen. Geef mij zo'n geld. 5 mil en ik heb echt de laatste glitch. Ik echt... Ja, ja, je hebt een mooi gat gemaakt in de muur, Prank. Was een zeer mooie. Wat is een auto die veel verkoopt? Had ik kriegen, maar ja, die heb ik niet dingest. Ik kan deze auto wel. Prank Rino, ik ben niet zo van de modded auto's, maar ik weet wel iemand anders die een keizer is van de modded auto's. Hoe lang heb ik nog om die auto te fixen? 7 minuten. Maar je krijgt iedere maand een miljoen. Ja. Is op. Oeh. Wat lach jij? Ja. Gewoon de vraag, hoe? Hoe krijg je het voor elkaar om wat op te maken? Ik heb dingen. Wacht hoor. Ja. Ik heb de Maze Bank gekocht. Oh. Ja, ik vind toch wel dat je dat moet hebben in GTA. Ja, dat zou doen. Hé, wat? De Maze Bank, die heb ik al in het... Vraag eens of hij wil traden. Ik weet niet of Keizer iets nog niet. Kijk, want nu heb ik zo'n heel mooie garage. Een Dominator in plaats van de Red and You. We gaan een endurance race doen. 45 minuten een rally track rijden. Veel saai. Nee joh. Nou, kijk, het ik leuke was, een mooi uitzicht. Flux zei dat hij dat leuk vond in de DRC rijden. Dus hij vond het leuk om 1,5 tot 2 uur op een baan te rijden. Maar zelf weet hij altijd net. Wie vond dat leuk? Ja, maar Flux kan helemaal niet rijden. Jij ook niet. Flux? Hou je bek! Ja, weet ik niet waarom hij ging lieven. Hé, hey, mijn garage staat allemaal vol. Wat is dit? Hockey? Nee. Ja, en mijn garage staat vol. Je garage staat vol? Oeh. Ja, ik heb hier opeens nog een garage van GTA gekregen. Oei. Young blood, do you want me? Do you want me? Oh, office garage 1. Oh, ik heb 2. Oh. Puppies op Twitch. Nou, zullen we dan maar eens even op Twitch hem volgen dan? Wie? Oh. Ik heb hier een ding staan, een kokette. Een koket.
Ja, dan is er niet zo heel veel momenteel. Ik heb geen doekoe. Maar DLC, wanneer begint dat terug? Niet. Serieus? Ja, dat was vorige keer de laatste. Oeh. We gingen het ook op de wegen racen. Dat wordt waarschijnlijk als na de Rally Masters. Oh. Waarom en kan ik dan, niet vinden? Die Franse... Waarschijnlijk ja. Ook. Ja, dat is niet leuk. Je doet ook een Franse mee, hè? Wie? Oh, Kamanaven. Ja. Yeah. Oh. Wat voor kanaal zou Daddy Cool gemaakt hebben? Is het dan CRL of Daddy Cool? Volgens mij Cool Racing League. Cool Racing League. Ja, Cool Racing League. Dat is CRL. Okay. Ga open. Mijn auto verkopen. Cel, nou dat schiet niet echt volgen. Op. Volgen. 114k, daar gaat een Mibo de pik. Hai, top bedankt hè. Nou, hij heeft al 67 volgers. Hij heeft hij al 7. Kan volgens mij nog niet. Want daar draait het om, hè? Subs. Ja, ik begrijp het. Want dan ga je die... Dan ga je vloers maken. Ik moet eerst 10 minuten volgen om überhaupt te kunnen chatten. Moki, weet je hoe ik mijn Macebank heb genoemd? Je moeder wint. De lokale snackbar. Lekker cool. Ja, toch? Ik wilde typen hi Mookie. Hey, en ik ken niet. Hey Thomas. Oh! De tyfus! Don't worry. Be happy. Nice. Huh? Oh. Kan je gewoon een goede naam inviten? Wacht even. Heb je hem gevonden? Ja. Oh. Gewoon een goede naam. Hij is geen fight. SK Griek zei E. Kan je FKS Bennen we vrienden, Kian? Hallo vriendjes. En vriendinnetjes. We komen er weer aan. Mag ik al typen? Nog 7 minuten. Al die kut handicap auto's, die kosten helemaal niks om te verkopen. Nee joh, fijne flikker. Oh, je kan me gewoon invite als vriend. Wie? Ja, ik zag hem niet in mijn lijstje staan. Is er een andere auto waar ik mag mee moet doen? De Red Dune MK2? Nee, die is veel sneller. Oh. We zouden er eentje moeten pakken die langzamer is. Nee. Nee, hij staat... Voor jou? Waar ik op sta. Waar sta jij op? Oh, dat was niet, maar ik kom er ook op staan. de tering.
Even kijken hoor, PlayStation app. Maar waarom altijd zo'n rare auto's? Omdat het juist leuk is om dan niet alleen maar in dezelfde auto's te... Ja, maar waarom weer auto's die ik niet heb? Dat was een goeie, hè? Hele goeie. Ja. Young blood. Even kijken hoor. Ik ga je nu in proberen als die PlayStation app... Hey, Gangsteen. Als die app meewerkt. Want hij loopt nu natuurlijk ook weer te kutten omdat ik Twitch aan heb staan. Oeps. Kan ik geen commentator zijn of zo? Van mij mag je ook je spectator. En wat moet ik dan doen? Rondetijd opnoemen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar dat Frans gaat hem niet worden, hè, dus. Nee, gewoon in het Nederlands. André, twaakatercentjes. Zet, wiet, nuf, dies, ons, doos, tres, katos, ken, zes, die zet, die zwiet, die snuf. Vent, vent, die un, vent, du, vent, trois, vent, kat, vent, zet, vent, FKS, zet, vent, wiet, underscore, tron, tron, kian, tron, trois. Hé, wat is 80? Is dat niet, 45? 45. Ja, ook goed. Koppen. Koppen? Wat koppen? Accepteren. Ja, Loodkoppen. We zijn nu vrienden. Koppen. Kom maar, moet je uit de lucht vliegen. Oh mijn god, dan gaat die vriendenlijst weer. Echt, jongens. Ja, we moeten er even zakken. Mookie, Mookie. Ik Mookie nodig mijn vriendenlijst wel uit als ik gejoined ben. Oh. Het is dus met de retinue, echt mensen. En we starten op 1 minuut. Dus we gaan eerst een minuut wachten bij de start-finish lijn. Ik heb geen retinue. Hey Mookie. Dat ben ik. Ja. Jij invite me wel om te spectaten. Nee. I back. Je gaat me gewoon. Ik kan je wel inviten. En Mookie kan je ook inviten. Als je online staat, dan moet het Mookie, goed komen. Mookie, kutkind. Ik kan je niet inviten. Hoezo niet? Dan denk ik op haar ervoor. Je bent gewoon gehandicapt. Ja, dat zeg je toch. Heb je dat gezien? Was zo in België, Black Lives Matter betoging? Was er zo iemand? Die gooit een steen op een busje van de politie. Komt die steen gewoon druk op zijn bek. Dat is dom. Zo'n gast bij mij in de klas heeft corona, dus nu lekker een weekje game, thuis gamen. Geen thuis les volgen dan? Nog net zeggen. Tering, het zijn er 19. Komt er niemand anders in de party? Nou niet dat ik dat wil of zo, maar... Nee, ja, ik heb de jongens niet gehoord, dus. Hou zo. Als maar beter. Zegt er iemand iets? Oh, dit invite moet ik dus nog niet joinen, want ik ga spectaten. Ja, dat klopt. En ik ga de ronde tegen doen. Ja. Dit wordt heel leuk. Nieuwe nieuwsbeelden, kom maar. Tot aan de rand van de wacht. Hij komt niet joinen, want hij heeft de auto niet. Hij gaat de ronde tijden doen. Hij wordt onze nieuws van vandaag. Hij gaat spectaten, ja. Ja, ik ga spectaten. Ik zit lekker spectaten. Nee, zit je spectaten? Ja, maar ik ga zo meteen even wat halen om te eten, dus geen commentaar. Ik werk ondertussen al een jaar thuis. Mijn god. En dat is geen prank. Dat is geen... Even zeggen... hello, like... Goeiemiddag, ladies and people. En dan gaan we nu naar Camera Fan. En dan zeg ik hello, like, uitroepteken. Waarom like, uitroepteken? Dat typ ik in hun chat. Waarom? Gewoon. Ja, ik vind dat dus altijd raar, hè. Dan ga ik zo bij buitenlandse streams. En dan zie ik er altijd 10.000 keer in die chat like. Ja, wat doet mij nou dat je die stream geliked hebt? Ja, ik vind dat dus heel raar. Ja, maar dat is mijn mening natuurlijk, hè. En mijn meningen zijn meestal heel raar. Weet je wat raar. Ik ook raar vind? Als mensen vragen om likes in de chat.
Of in de chat doe ik ook. In een stream. Hey jongens, vergeet nou zeker niet te liken en te abonneren. Dat ja. En je kan ook altijd je link in de beschrijving, jongens, kan je ook nog iets doneren. Ik ga heel eventjes mijn streambot uitzetten en weer aanzetten, want hij gaat dubbel momenteel. Want ik heb vroeger heel vaak naar Toby gekeken en daar heb ik dat geleerd. Disconnect, disconnect, connect, connect. Even kijken, doet hij het nu? Point. Enkel of dubbel? Moki. Hi Terrel. Hey. Hey. Ik heb honger. Wil jij geen ene groep uitleggen dat je nu hier geen joker hebt? Ja. Weet je wat het probleem is? Waar moet ik dat uitleggen? In de Rally Masters. Ik heb zoveel honger. Ik ga gewoon niet beneden om te eten. Give Kian Rijswijk 100.000 punten. Oh jongens, ja wacht even. Ik ben ondertussen aan het proberen te typen. Piepen? Don't, please don't use the Joker Lab. Just the normal. Wat heeft iemand een Joker Lab? Dama, please clearance. Don't use the Joker Lab, just the normal ones. Kian. En wat als ze nou niet weten wat de Joker Lab is? Nou, die zie je vanzelf. Oh, sorry. Gaan we al. Invite! Nee, dat kan niet. Dat kan zo meteen. Oh. Ah, dat kan wel even mee natuurlijk. Nou, Koning Willy gaat erin. Ben serieus? Of Jacques Leclerc. Of Kamen namen namen. Heeft iemand een MK2? Of Kamen namen namen. Er hebben twee mensen een MK2. Nog iemand een MK2, nog iemand een MK2. Wanneer face reveal? Ik heb al een deel gedaan op op mijn Instagram. Was het... Ja, maar waarom doe je nou gewoon een face reveal? Moki, weet jij hoe Rihanna eruit ziet? Nee. Oh. Onder de brug, waar gaan we stilstaan? Moki, ik heb dus laatst iets goed geleerd, hè? Yes, eerste. Moki? Aflakken, aflakken. Moki? Moki! Ja, vertel. Ik heb dus iets mooi geleerd, hè. Als je nou een chick hebt... En, fuck! De onderkant is zeer goed. Maar de bovenkant is zeg maar dat je denkt van... What the fuck is dit? Wil jij gewoon proberen te fighten? Dan moet je gewoon denken... Vlag erover en schieten voor het vaderland. Ik ben joining, denk ik. Ah, nice. Ja, feestgeviel, ik heb gezegd 10.000 abonnees. Hey Thijs. Jongens, niet kijken naar mijn race, hè. Dat gaat niet goed. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Tibby! Ik ben daar zelf in scharen, dus ik wilde al op prijs gaan spelen. Nou, deze race ken ik trouwens. Zo, nou, ik lig al 20ste. Nou. Oh. Oh, nee, niet lieve. Oh. Zo, hé. Zo, hé. We gaan even bij Moki kijken. Ja. Ja, die handicap kan er helemaal niks van. Even nummer 2. Nou, dat kon zeker. Ja. Doe dan body shaming. Nou, kom op, Moki. Je kan het. Ja, ik zie nog één positie voor me die ik wel moet pakken als ik wil willen. Ja, ik heb het toch gezegd, jongen. Jij kan er helemaal niks van. Ja, dat kan. Wacht maar even naar de eerste.
Die muurtjes zijn wel handig om te koppen. Ik geloof in jou. Dank. Want hij gelooft in mij. Mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. Ik moet nog even inkomen, ik heb heel lang gegeten. Oh, Dianne, ja, bocht, ja. Ja, rechts. Goed. Oh ja, nee. Te ver naar rechts. Kant, hè? Ja. Doe eens normaal. Oh, kan mijn Venza het eerste? Oh, bollebolle en door. Ja, maar ik weet niet wat er misgaat hoor, want is degene met de Red Unie MK2, die staan allemaal achteraan. Ja, die hebben een non-custom. Oh. Doe je ook met chat dan meteen, Bloemzak? Zo, hé. En hoeveel krijg ik? Ja, nee, dan. Ik moet die even dingen, kan mijn Venza zoeken. Oh, hier. Dan moet ik even chat zoeken. Oh, Thijs zegt hoi. Niet echt? Ja. Deze krijg ik kut. Dit is toch zo ziek, jongen. Ja, hey, jongens. Ja, laat eens even wat leuke moppen achter in de chat. Kunnen we lachen. En kan me even niet natuurlijk bij aan het tryharden, dat is nog niet normaal. Ik krijg het wel helemaal alleen vooraan. Tuurlijk. Jongen, wat is dit? Ik neem dezelfde lijn als diegene voor me. Natuurlijk moet ik een rollenbollen. Oh, kan me even nou, heeft al iemand gelept? Tuut. Zo, nou Bloemzak, doe jij maar moderateren. Nee. Ben ik moderator? Nee. Nee, dat vind ik niet leuk. Wat heb ik meer? Nou. Ik ga nu even als ik dat zin in. Ik ben mod! Hey! Alleen op dit account, hè? Wat? Niks. Ik zei alleen op dit account. Oh. Dus niet op je van achter gepenetreerde giraf? Ja, ja! Giraffen dingen, toch? Die doet heel goed zo. Ja, laat maar. Jezus, deze gaat uit. Hey, Moki! Nu zijn we collega's! Hou je bek! Wat is het? Telkens met mijn auto gaan rollen op mijn rug. Oké, ga ik. De vraag is: zal ik deze livestream nog doodgaan? Doordat ik zo vaak tegen de muur aan knal en leven van mijn. Afgaat? Ja. Wie staat de tweede? El Reyes. En Bulldog Dead dus. Die is ook goed in dingen, dus die zal. Wie staat er eerst op het klassement? Wie staat er eerst in het klassement? Kamenaven. Ja, maar dat is normaal. Die guy die doet niks aan de GTA racen. Mike! Amai zeg. Wie? I Mike? Mike! Amai! Geen ziek precies. Gewoon een goede naam. Doei! Hij gaat weg. Wie moet ik dingen? Jacques Soler, dat vind ik een mooie naam. Dan gaan we even kijken. Jacques Leclerc. Die guy heeft geen ruiten niet meer. Dat is koud. Dat is koud, man. Dat is een beetje warm hier, hè? Dat ik nog ruiten heb, jongen, dat is ook echt een wonder. Je sneak heet. Je sneak heet. Sorry dat ik ben geliefd, alleen het duurt te lang. Oh, nou. Ja. Dat is 3 kwartier. We staan hier al een tijdje en we moeten door. Dus voor de laatste keer, het spijt me, het duurt te lang. Bloemzak, kijk dan wat er gebeurt. Het staat stil, wat je wilt. Wat gebeurt er? Maar, ik ga naar de tweede kijken, wat gebeurt ik er dan? Ik word gelept. Door Kamenaven. Door Kamenaven en door El Reyes. Nu al! Ja, nu al. Ja, ik ben die guy aan spectaten. Die al dingen. Del Piero.
Wanneer moet ik eigenlijk die rondetijden gaan doen dan? Wat een kutrace. Je hoeft alleen maar de snelste tijd op te noemen. Ook, oh, dat is Kamenaven. Met een 1.01824. 101, en wat voor tijd heb ik dan? Jij hebt 1.13533. Jij rent zeg maar 12 seconden trager. Ja, dan is het logisch dat u me naar zoveel rondjes al aan het... Jezus. Zo Moki. Moki gaat ook wel goed op zich. 16. Ja, je hebt wel een 1-4. Ja, maar 006. Ik heb nog geen fatsoenlijk rondje gereden, Pik. Hi, Bek. Want degene die voor je rijdt, die heeft ook maar een 1.6122. Ja, maar ik ben heel spannend. Ja, maar die guy is smooth. Dus die hou je wel in. Ja. Nou, met 100 punten, jongens, kunnen jullie meedoen met de giveaway. Tyrell en Kian. Ja, dan moet je dingen doen. Ja, wat moet je doen? Dan moet je dit doen. Raffle 10. Ja, maar als je 10 punten hebt, dan heb je raffle 1 doen. Nou. Zo. En dan staat er... Hey, Bloemzak doet mee met de giveaway. Ja! Massie. Ja. Boom. Ja? Mijn tijd verbeterd. Het boeit me niet. Nee, nee, nee. Je moet wel 100 punten hebben, maar ik kan even kijken zo. Wanneer? Je hebt je tijd niet verbeterd. Wat staat er dan? 1? Wacht even, switch altijd van positie. 1-0-4-0-0-6 nog altijd. We hebben net toch 1-0-4 over? Nee. Je hebt nog altijd hetzelfde dan net. En niet tegenspreken, anders ben je gedisquassifileerd. Oké, okay, wacht even. Ik sta stil, I know. Even kijken hoor. Ik sta stil, wat jij wil. Het duurt te lang. Ja. Het duurt te lang. Nou, ik dacht dat was zo. Daar ging limonade weer. Zo, nu kan het Tyrell. Moki, je hebt wel een betere tijd dan degene die 9e staat. Spannend. Ja, ja. Ja, Albert heeft gewoon de slomste tijd van iedereen. Echt waar? Dat is voor ja. Alex. Er is niemand die een slechtere, snelle ronde heeft gereden. Ja, behalve dan die geliefd zijn. Maar die had ook een red in hun K2. Oh! Ja, Kamenaven heeft zijn tijd verbeterd. Ja, nou niet zo. Ja, heeft een 1-0. Een 101 bars trouwens. Nee, een 01.01.551. En dan net was het iets met een 8. Dit is een 101 dus. Ja, een 101. 101 bars. Rotjoch op je beeldscherm. Kijk. Nu doen jullie allebei mee met de giveaway. Einde van de maand doe ik die weer. Of dinsdag kan je ook terugkomen. Als je mee wil doen. Dinsdag. Fortnite giveaway. Oh, wat kunnen we winnen? Battle Pass, het nieuwe seizoen gaat beginnen. Ja. Yeah. Wat ja. Yeah. Dat zijn weer 1500 V-Bucks die je dan kan verdienen. Als je gewoon de Battle Pass haalt. Ja. Yeah. Yeah. Ja, jij had het nog makkelijk kunnen halen, Bloemzak. Nee. Moki, hij was level 45. Had hij het makkelijk kunnen halen? Ja. Welk level is Moki nu dan? Moki,
Ja. Hoeveel? 75. Zo, hé. Bloem heeft mijn tijd verbeterd. Bokkie. Ja! Ja, 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 ja. 1-0-3-0. Oh, je 1-0-3-0-0-3. Hele seconde eraf. Ja. Ah. Als je nog geen supporter creëerde code gebruikt, gebruik die van mij, want dan kan ik weer meer giveaways doen. Oeh, Rian heeft ook een tijd verbeterd. Ja, 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 ja. Ja? Een 1-0-9-408. Oh, 4 seconden eraf. Nee, 3. Was het? Nee. 1-13, zei je. 12. Oh, 1-12. Oh. Oh, is ook goed. Ja. Wat je dan kan doen, dan is het vaak een skin of iets van 1000 V-Bucks uit de shop. Ik heb over de snelste lijpunt. Ja, dat ga je niet halen. Ik ben de baan nog aan het leren. Maar ik ga dinsdag gewoon live, dus als je nog niet geabonneerd bent, dan weet je niet wanneer ik live ga. Of kijk op mijn Insta. Nee, doe maar niet. Op mijn Discord, dat kan wel. Dag gekke Kimpy! Maar het zal in de avond worden in ieder geval, want ik moet gewoon eerst arbeiden. Arbeids, ja! Arbeid maakt veel. Oké, de hoeveelheid keren dat ik al op mijn dakje heb gelegen. Ik word nu voor de tweede keer gelept, hè? Ja! Oh ja, ik heb hem al punten gegeven. Gek Kimpie. Niet zoveel, maar... genoeg dat hij voorlopig mee kan doen met de giveaways. Oh ja, lekker randje. Oh ja, en ik doe niet aan fake giveaways. Dan weet je dat in ieder geval. Ja. Doe. Jij hebt toch ook gewonnen. Wat zei je? Jij hebt toch ook een keer gewonnen en gewoon dingen gekregen? Ik? Ja, ja, ja. Ja. Twee keer. Dat bedoel ik. Ja, ik heb wel lang op moeten... Nee. Soms duurt het wat langer, vooral als ik Belgische kaarten moet halen. Die was leuk, hè, Mogi? Dat was wel goed. Belgische kaarten. Oh, daar zat er iemand... dingen. Gestopt. Dus, ja. Die is dat heel kut. Dus geen Snapking hier, nee. Geen Snapking hier, nee. Weet je, hier geen kwattenbonus. Wat? Kwattenbonus. Snapking. Niet één, niet twee, niet drie, maar drie kwattenbonus. Drie. Ken je dat liedje? Nee. Ja, die hebben jullie vaak genoeg al gezongen, dus dat scheelt. Nee, ja? Ik zei dat ik niet aan fake giveaways deed. En die doet schijnbaar aan fake giveaways. Ja! Heeft hij zijn PlayStation 5 dat niet meer gegeven? Ja, hij zei niet 1, niet 2, niet 3, maar 3 PlayStation 5. Oh, ja. Dat was het daarvan. Ja, ja, ja. We beginnen met die counterpounten. Hoe vaak moet je de Joker Lab nemen, gewoon doen? Niet. Hé! Hey! Willy heeft zijn tijd verbeterd. Nice. Ja, ja, ja. Ja, wat rijdt hij? 1-0-2-5-2-7. Oh, dat moet ik ook nog kunnen halen. Ja, maar voordat hij zijn tijd had verbeterd, Moki, was jouw snelheid beter. Dat is balen. Ja, ook iets in 3 seconden. Oh, wat een fuck heb ik verwacht of niet? Hij rijdt wel een betere lap dan heel veel mensen voor je. Ja, maar dat is altijd lastige, constant rijden.
Er is een 12e. Dingen als randjes. En de 9 en Willy de, is de eerstvolgende die een betere lip hebt als jij. En daarvoor? Daarvoor is het allemaal in de 2 seconden. Oh nee, Wilfred is nu door iemand ingehaald. Is door iemand ingehaald die ook in de 3 seconden snelste lap rijdt. Kleerhouder zit zich constant rollen, jongen. Rustig. Ja, hij heeft nogal wat rolgevoelens. Ja, als ik hier naar die camera van kijk, denk ik dat dit de chillste auto uit de game is. Ja. Dat denk ik ook als ik hem zo vol moet rijden, maar nee. Maar nee? Even een ex. Oh, Ronaldo heeft gewoon 3 keer gescoord vandaag, hè? Ja. Klopt. Eens kijken, hij heeft gewoon mods. Niet 1, niet 2, niet 3, maar 3 counterpounters. 3 counterpounters. Leggen we nu die counterpounter. Oh, het is 1-3 geworden, hè? Ronaldo heeft 3 keer gescoord, jongen. Zo sick. Ja. Heb je die Rabona van Lamella gezien tegen Arsenal? Ja, ook heel leuk. Pak die daarna rood en vries je. Hey Bloemzak, hoe is met mijn tijd nu ondertussen? Een 1-0-8. Zeg het. 616. Wacht even, de belt iemand. Ik moest kloppen, want met... dat doet dat niet. Met de dokterassistent van dokter van de ploeg. Dat zal alleen maar de oudere generatie snappen, denk ik. Ja. Ik snap het allemaal. Ik ben bijna volwassen. Bijna officieel volwassen, ik niet. Serieus, ik word nu voor de derde keer al gelapt. Oh, dan kom ik ook bijna weer lap. Ik zit in ronde 15. Hey! Hey. Yay! Hey. Auw, dat was mijn neus. Hey Mookie! Hey. Ik heb weer een snellere tijd. Ja? Zeker. Eens kijken. Nee, mijn achternaam is niet Dobbelsteen, wat dan? Twee wielen dan. De tijd van Rian. Een 1-0-7. Ja. 9-7-7. Ja, op het randje. Maar 1-0-7. Ja. Mokkie. Je begint wel bij de laatste te geraken met een 1-0-3, hè? Niet dek. 10 zou ik ook wel meewerken. Zo, ronde 17. Heeft meer grip in de zand dan op de fucking weg, man. 10 is wel. Deze auto, ja, op die tourmac heeft hij echt nul grip. Ja, Rianne, kan het zijn dat je gedubbeld gaat worden? Gedubbeld? Gedubbeld. Ik ben al... Wat is gedubbeld? Ja, getrippeld, gequattrood. Oh, met inhalen? Ja. Volgens mij ben ik al 3 keer ingehaald door de Kamene Van. Oh. Hij leidt 3,5 minuten voor. Hij gaat nu iemand inhalen met de lichtblauwe auto. Mokkie, ben jij de lul? Nee, ik ben al lul geweest. Oh, wat jij net zegt met Mien Dolsteen. Kijk. Nu snap ik hem. Ja, Mien Dolsteen. Ja. Met het accent van dokter van de ploeg.
Kijk, iemand die het snapt. Hallo, ik kom uit 2003. Ik bleef niet. Ik kom niet uit 89. Ik kom wel tegen een hoorde aan. Dan moet die auto ook op wel trekken dan, hè? Ik sta gewoon ook achterstevoren. Ja, ik vind het... Is het ook zeker. Maar sowieso, oudere Nederlandse series vind ik ook gewoon leuk. Sam. Sesamstraat. Brum. Nee, dan liever Thomas. Thomas de stoomlocomotief. En zijn vriendjes. Nee, als we dan echt over iets ouds hebben, dan liever Calimero. Jij bent goed. Ik niet. Zo ging dat ook niet. Ja. Kees en Co. Ja, Calimero. Er zit een randje in die muur. Ja. Zwiebertje. Wat vond ik vroeger ook nog wel leuk om te kijken? Ja, dat keek ik met het jurkje op. Megamin. Piebertje? Met die mol en die pier. Moffel en Piertje, ja. Of, god. Otje. Nee, dat was. Otje, ik ben Otje. En mijn vader die heet Kos. We hebben veel problemen. Daarom zijn we steeds te klos. What the fuck? Weet je wat ze nu kijken? Nou. Paw Patrol, ja. Ook niet meer hoor. Maar ze ook nog even te zien. Was een generatie hier. Wat is het dan nu? Paw Patrol, denk ik Paw toch. Paw Patrol nog steeds hoor. Want ik... Ja. In Amerika in ieder geval wel. Amerika leven we met al 3 jaar. Ja, wat kijken ze nou? Gewoon heruitzendingen van dingen die vroeger werd uitgezonden, denk ik gewoon nog. Nee, dat doen wij toch ook? Ik kijk ook heel graag naar... Yo, weet je wat ik heb gedaan afgelopen week? Ik heb alle afleveringen van Lucifer nog een keer gekeken. Netflix-series. Lucifer is leuk. Oude bench. Bridgerton heb ik ook weer helemaal gekeken. Maar ben je zo wat, van de series? Weet je wat gewoon fijn is? Ze hebben nu voortaan op Netflix zo'n keer 1,5. Oh ja. Dus al mijn series kan ik 1,5 kijken. Weet je hoe fijn dat is? Ik kan dat echt niet doen. Oh ja, maar ik kijk al mijn YouTube-video's al op 2. Ah. Oh. Hoe dan? Ja, serieus, als ik dan een keer het kijk... Op normale snelheid, dan denk ik serieus, wat lullen die mensen langzaam? Nee, jij luistert gewoon snel. Nee, jij denkt snel. Ik denk dan de hele tijd, wat zijn het allemaal voor kidriesjes hier? Ja, en dan ga je eens een keer F2 kijken. Ook video's van Cool kijk ik op 2 keer de snelheid. Ook je eigen video's. Ja. Ja, ik weet niet. Ik ben een keer begonnen met 1.75. En toen dacht ik, ja, waarom zet ik hem op 1.75? Ik kan hem ook gewoon op 2 keer zetten. Ja. Dus, wacht even. Kijk jij al jouw video's die op YouTube kijkt? Ja. 2 keer zo snel? Ja. Dat is natuurlijk zo efficiënt. Dus dat komt een nieuw liedje uit en je gaat dat opzoeken op YouTube? Nee, liedjes niet. Er is maar 1 kanaal eigenlijk die ik niet versneld kijk.
En dat is Roomie Official. Maar dat komt omdat hij muziekcommentaar doet. En als je nou muziek luistert op twee keer de snelheid, daar vind ik geen reet aan. Dat klopt niet. Maar gewoon de video's, ja. Vlogs, normale video's. Ik kijk eigenlijk altijd naar livestreams. In welke lab zitten jullie eigenlijk? Zal ik eens kijken. Ik zit in 25, dus ik kan me nog maar even zitten. En ik zit in 22. En hoeveel labs zijn het 45? 41. 41. Oh. Op de helft. Kom maar naar Wen en nog altijd de snelste lab. Maar die Reyes die komen wel dichtbij. Ja, die Reyes is ook goed hoor. Met, Want Kamen of Wen heeft een 101.463. En die tweede die heeft een 101.580. Dat is dicht bij elkaar. Ja, wat gaan jullie zo meteen eigenlijk doen dan? Gaan we de volgende race nog even testen. Oh ja. Met welke gekke auto wordt die gereden? Is die sport? Ja, die heb ik wel. Ik heb mezelf de unlap bij deze beste, de nummer 3. En ik rij nu een 102. Wow, die Julian Dromoscare, die rijdt een keertje door. Welke auto heeft Julian? Moki heeft een 102.648. Hey. Dat ben ik al sneller dan weet ik niet. Jij hebt een. Nee, net niet. Jij hebt een 102.648. En Willy heeft een 102.527. Dus even, nog even doorrijden. Hé, hey, wat voor auto rijdt Julan? De nummer 14. Mijn MK2. MK2, hè? Ja, dacht ik al. Mijn auto Julian. Julan. Dromascara. Nummer 14. Ja, die rijdt in een MK2, ja. Dat dacht ik al, want ik kan hem gewoon niet bijhouden. En normaal ben ik wel sneller dan hij is. Je hebt een 107. Ja, dat had ik net toch al. Oh. Ik had net bijna... Nee, toen had ik een 107.99. Ik denk dat ik hem ondertussen wel sneller heb gedaan. Dus die A-team, dat is ook een leuke serie. Nooit gekeken. Morgen weer school. Jolololol. Morgen weer werken. Wat? Ik heb morgen school. Dinsdag thuis, woensdag school, donderdag thuis en vrijdag school. Ik heb donderdag een SE. Ik ben toch een partijtje moe, zeg. Bij die kut weekend league. En waarom doe je jezelf dan ook aan? Moet verpeeld worden, hè? Nee. Er waren extra beloningen, extra player picks. En Ronaldo krijgt volgende week een Team of the Week. En dan kunnen we die weer packen. En dan zijn we heel leuk. Oh nee, Sky Dave left. Yay, PL. Ja. Die had er geen zin meer in.
P13 heb ik dan nu. Lekker. Ja, die lang weer uit inderdaad. Ja, die valt er dan tussenuit. Ik heb een beetje op. Ik weet niet. Ondertussen loopt. Camera Fan loopt al 5 minuten op mij voor. Bij mij ben het 2. Wat? Maar ik vind het raar, ze hebben geen event dit keer. Bij Fortnite. Dat is toch raar? Ja, ik denk wel dat er nog iets gaat komen. Ja, ik heb wel iets begrepen over dat er iets komt als je de eerste match van de dag opstart. Na de update. Oh. En dat is een solo potje die je moet uitspelen. Oh. Dat is hetzelfde als toen met die nieuwe botlobbies. Oh ja. Dat je alleen maar bots tegenkwam. Ja, toen moest je ook één potje zelf spelen. In 6-2 toch? Ik heb een splinter nieuwe auto gepakt. Als je Fortnite opstart, krijg je event voor jezelf. En ben je samen met Agent Jonesy. Ja, dat dacht ik al, ja. Oh, dat was bijna 1-1. Oh, fuck. Maar dat is alleen dinsdag. Want nu kregen we elke keer zo'n geluidsfragment. Wat is de tijd? 1-0-2-0-7-7. Ah, dus jouw tijd is beter dan die van Willy. Tijd ook bijna 1 minuut. Ja. Even doorrijden en dan heb je misschien een 1-0-1. Wat is er nu de snelste tijd? Van Kammer naar Ven een 1-0-1-4-6-3. Kijk, extra punt op de snelste tijd trouwens. Ja. Oh, dan hebben we even terug. Kan ik dezelfde tijd winnen in de eerste bot? Jij zit niet heel ver van hun pace af. Nee, one lap pace. Dat is het tegenwoordig, maar one lap pace is altijd ook op F1. Is dat echt wel goed? Je bent een goede qualifier, maar een mindere racer, wou je zeggen. Ja. Als ik, ja, op GTA dan wel, zeg maar. Maar goed, op F1. Qualifying. Met race pace heb ik ik word dan altijd in bij mensen terecht die gewoon debiel zijn. Oh! Maar die camera van die pakt ook alleen maar dezelfde lijn, hè? Ja! Die oefent voldoende, hoor. Heb je echt niks te doen, jongen. Ik zweer het je. Ik heb weer 2 keer de extra tijd verdoord, dat is kut. Hey, Brink. Deze bal kan ik op zo snel niet. Dat is een mooie, zit er nummer 4 best achter me, die is een nooit blijven komen, dan zit ik vaak achter nummer 3 weer. Nou, en dan vind ik het weer, want hij maar weer iets van, want die zit weer te rollenbollen. En toen heb ik wel weer de laptop verder. Je hebt meer points dan ik hoor, Tyrell. Maar ik moet nog 100.000 punten overzetten van. Van Krek Kimpie naar jou toe.
Maar dat moet ik met de hand doen, dus dat gaat niet. Zomaar. Ik ga na deze race wel weer van door. Ga je niet meedoen met die... is die sportrace? Nee. Ik weet niet of ik volgende week meedoe. Kijk maar. Oh, meedoen nu, maar ik heb gewoon de auto niet. Ik kan volgende week niet meedoen. Volgende week doe ik Boekie niet mee, dan ben ik alleen in de party waarschijnlijk. Ja, of die anderen doen mee. Weet ik niet. Nou, hey, hou je mijn chat nog in de gaten? Oh, ja, tuurlijk. Helemaal vergeten. Vooral dat bericht dat daar staat. Volgens mij kan je gewoon showen, hoor. Oh, ja. Ik ben een prima let van de 1 boek. Oh, dan moet ik even teruglezen, Tyrell. Jij kan op show drukken als het goed is en dan komt hij in beeld. Ja, ik probeer nog steeds die kut PS5 te krijgen voor 500 en dan met winst te verkopen, maar echt niet te doen. Als ik er dan 1 kan kopen, wil ik er eigenlijk wel meer kopen om gewoon winst op te maken. Ja, dat doen er heel veel. Ja, dat zullen we niet doen. Of je zou hem winnen met een giveaway en dan gewoon hem verkopen voor een normale prijs, dan maak je sowieso winst. Of we bieden echt mensen fucking veel. Nou, waarschijnlijk als ik mijn PlayStation 5 nu gewoon op een of ander ding zet, zijn er ook genoeg handicaps die hem voor fucking veel willen hebben. Ik wil toen werken dat ik 400 euro doen met het 700. De eerste PlayStations die mensen konden kopen, er zijn gewoon PlayStations verkocht voor 1000 euro of zo. En idioten hebben het er gewoon voor over. Mensen die te veel geld hebben en niet aan een prioriteit zijn kunnen geraken, waarom niet? Fabric Gamer staat daar. Zo'n positie. En ik was sneller dan. Staat hij stil? Ja. Kama, hey. Pina colada. Hoeveel laps heb je nog om die snelste lap te halen, Moki? Niet veel meer. Twee meer. Denk een rondje of 3-4 nog? Ik heb een paar bochten heb ik over net en zo is het een goede sport. Ik weet niet welke lap daar kan je dan weer niet zien. Welke lap dat kan me nog verder rijden. Nee. Maar ja, ik zit nu in ronde 33 en hij rijdt 6 minuten 12 op voor op mij. Ja, hij rijdt vlak achter mij toch. Hij zit in 39. Hij zit in 39, dus hij moet het zijn. Nou, daar gaat hij weer. Welke lap zit je, Mokkie? Ik zit in 37. Wacht ervoor. Dan zullen jullie wel in Benijs de laatste lap zitten. Wat zei je? Fapit. Ik weet ook niet wat... Fapit zit stil. Wat de... Ja. Start-finish is. Ik weet ook niet wat start-finish is, dus. Als je mij even spectate, kan ik je vertellen wat het is. Ja, nee. Wie ben je nu aan het spectaten? Kamer naar Van, denk ik. Oh ja, die twee bochten naar rechts en dan zit hij bij start-finish. Die zal nu ongeveer bij start-finish zijn. Onder de brug door gaan we. Oh ja, dan is dat, ja. Wow. Is de eerste bocht een bocht naar links dan? Yep. Ja, oké. Tot die nu waarschijnlijk in zijn laatste lap zitten. Tweede bocht ook. Oh, maar die El Reyes komt wel dichtbij met zijn lap. Kamna Van heeft een 1-0-1-4-6-3. En de tweede heeft een 1-0-1-4-7-4. Oeh. 1/10. Dat is close.
OD. Nu is het de vraag, wie gaat er eerder finishen? Vapid of ik? Want hij heeft me een paar keer gelapt, dus ja. Vanaf is het nu eens de laatste lap. Word ik 13e? Of word ik 12e? Nee, maar er rijdt nog een MK2 tussen. Okay. Ja, die heb ik er tussenuit gehaald. Zijn er nog 14 man over? Ja. Ja, veel 7-5 puntjes vandaag. 8-5 puntjes. Alweer dit nummer. Dit is zo'n rotbocht waar jij nu bent, Wilfred. Ik heb daar vaak genoeg op mijn dakje gelegen. Kom naar Van, is dat voor de finish? Ja, hij moet op gaan schieten, want anders rijdt dingen hem voorbij. Hij staat nu een drift te doen bij de finish. Hij is gek. Hij heeft zo'n heel rondje, zo R2 en L2 vastgehouden. Ah, hij is gefinished. Ja. Hij heeft veel. En hij heeft de snelste lap, want die tweede heeft hem niet kunnen verbeteren. Ja, maar ik ben de onderweg. Vapid had gewoon één ronde door moeten rijden. Nu wordt hij echt laatste. Rinser derde, Heimik vierde, Bulldogs vijfde, Koning Willy zesde. Jacques, oh, op mijn dak. Moki moet nog een lapje. Mm-hmm. Doe ze normaal. Vind je nu je laatste lap dan? Ja. Kut, ik weet hoe is het gaat. Wat klauwen jongen, dat is echt veel sturen dit, hè? Nee, dat weet ik niet. Goed. We hebben tot één ronde door moeten rijden. Ja, we hebben dat door moeten rijden. Ik wil niet meer rijden, dat is kut. Nee, ja, ik bedoel meer van... Die 101, dat kan ik niet aan. Mokje nog even rollen. Die El Reyes die is ook snel. Ja, zeker. Dat weet ik. Als hij had geoefend, denk ik dat hij ook wel redelijk ver gekomen. Ah. Zo, die kreeg er gewoon 37k, joh. Af en toe van hem. Geef 2 miljoen, oké. Okay. Emma, je gaat weer aan de party, ja. Oké. Okay. Dag. Ik heb niet gedisliked. Ben ik trots op mijn Willy? Wilfred? Yes. Mookie vraagt, ik heb niet gedisliked. Ben je nu trots op me? Heel trots is die. Ja, dat is nog tenminste iemand. Ja. Het ging bij mij in het begin heel goed. Ik stond derde zo, derde, vierde. Ja. Op een gegeven moment ging ik een paar cash maken. Ik heb vaker op mijn dakkie gelegen dan niet op mijn dakkie. Maar ik heb ook nog 10 gestaan. Ik ook. Dus ik heb alweer... Moekie en ik waren alleen maar... Hey dakkie.
Dakkie, dakkie, dakkie. Ja, of randje, of twee wielen heb door een bocht. Ook vaak gehad, ja. Ik één keer op mijn dak gelegen, één keer. Oh, mijn pees was wel stroom. Die moet je een beetje wijd pakken, die bocht, Rianne. Oh ja, die. Als je die een beetje te veel afsnijdt, dan lig je meteen op je dak. Oeh. Even kijken hoor, welke race wordt het? Over de tijd dat Willy nou uiteindelijk reed. Wat? Americana Rally Reverse. Wat voor tijd had Willy uiteindelijk gereden? Wacht ervoor. Willy had een 1.02.527. Aha, ik was sneller. Haha. Ja, jij was sneller, Mookie. Mookie wilde, moest en zou jou inhalen. Nou, maar ik reed op een gegeven moment niet meer op de snelste rondes. Ik ging echt gewoon relaxed rijden. Ja, ik ging dus zelf de snelste rondes omdat ik relaxed rijden. Ja. Maar alleen maar... Americana Rally. Britt met een A? Ja. Ik weet niet of er wat voor staat. Americana? Dit heb ik op, jij opgeschreven? Ja, maar volgens mij heet die andersom. Oh, maar hij heet toch met Jeremy, staat er altijd wat voor? Nee, daar staat bij deze niks voor. Henny, hé? Nee. Nou kijk, dan is bij de ja, A. Even bij de A kijken. KLM. Nee. Rally Americana. Het is Rally. Dat kan wel. Dat niemand mij op die fout heeft gewezen. Ja, of ik heb verkeerd overgenomen. Oh, ik heb even een foutje gemaakt in de poster. Het was ook echt leuk, hè? Ik kreeg te horen. Ja, en de langzaamste van deze race is Alberta. Met een 1.13. Zo, kut. Dan moet ik door gaan rijden. Heb je 1.13 gehad? 1.73 uiteindelijk. Okay. 1.7. Dat is 6 seconden langzamer. Dat is ongeveer gemiddeld, toch? Ik zit gemiddeld ongeveer die tijd rond. Ik moet heel even opletten, ja. Gemiddeld ongeveer die tijd rond. Ja, ongeveer. Dat zou heel misschien toch wellicht nog wel eens kunnen kloppen, inderdaad. Ja, we gaan niet in het regen rijden. Ik zit in het droog. Veel te hoog gereden. Boom, boom. Ah, oh, man. Maar dat klopt ook wel, want niet de hele crème crew doet mee. Nee, dat één keer hebben ze 7 meegedaan, was de allereerste race. Ja. Toen deden ze 7 mee. De tweede keer volgens mij ook. De tweede keer was ook redelijk, volgens mij 4 of 5 of zo. Nee. Ik denk 4 is genoeg. Weet je wat Bloemzak net zei? Nee. Wanneer is de eerste race van DRC weer? Hij vroeg, wanneer ga je een keer weer op de weg rijden? Dat heb ik gisteren al gedaan. Nee, dat wij iets organiseren met overwegcircuits in plaats van rally. Geen idee. Dat kan toch ook een keer? Met Mick Rood. Niet meer alleen op Turmac. Dat is wel een keer mijn ding. Dat is leuk. Wat? Ja, maar je houdt op een gegeven moment weinig rally races meer over. Ja, dan moet er nieuwe maken. Er worden steeds meer nieuwe gemaakt. Ja, oké. Ik kan er wel even doorgaan, hoor. Je kan toch ook een mix doen van de ene keer ga je op de rood, de andere keer rally. Dat ken. De andere keer ga je op platen. Sorry voor het blauwe scherm, jongens. Want altijd als ik met Willy de tweede race ga rijden, dan krijg ik een invite via de PlayStation. Same. En niet via mijn telefoon. Altijd handig. Ja, Willy. Dan kan hij niks aan doen. Ja, dat is goed. Wat is Alpha Man, Alpha Tauri hebben 1, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Rally Americana. Divers. Spannend. Dit is Easy Sport, toch? Ja. Ik wou zeggen. Lala. Next track is The Children of the Mountain van Silans. Oh, is die van Silans? Ja, de next one. Rees is offline. Starten. Ja, hij is aan het berichtjes aan typen. Hey, Kaitrien. Er was net iemand in de chat die wilde auto's ruilen. Maar dat was al het begin van de chat. Dat was... Ik noemde jou meteen. AXDS up. Hoe is het met jou? Dit is wel denk ik de slechtste race in de, van alle acht. Ja, ja. Qua kwaliteit van de posters gelegd. Is hij sport? Ja, dat was niet de bedoeling. Ik wilde mijn kleren omzetten eigenlijk. Met zoveel sportauto's altijd, hè. Nee, ik geef niet meer. Ik heb nu problemen met Rockstar Overtrek. Oh, nee. Nou ja, die wilde treden, zei hij. Ik moet denk ik mijn spoiler een keer gaan wisselen. Wow, wat is deze bakkie snel opeens. Ja. Dat zag ik. Oh, kut. Dat zag ik. Oh, wat is deze bakkie snel ineens. Ik lig weer op mijn dak. Ja, ik lag ook op mijn dak. Met de onderbocht. Is nog erger dan de Retinue, you know. Nee, dat valt wel mee. Retinue moet nog zijn ronde. Twee keer in één ronde. Oh nee. Dat is kut. Ik ben blij dat ik deze race meedoen, want hoe zou ik het nog niet doen? De volgende race dat we dat daarna doen is van It's Panther. Children of the Mountain. Ook met deze auto. En ik heb geen ruimte meer om te krijgen. En heb iedereen is aan het rollenbollen. En het is hier leuk. Iedereen is aan het rollenbollen, Wilfred. Niemand zat vast daar. Behalve degene die eerste rijdt natuurlijk. Ja, dat is Willy natuurlijk. Ja, dat is veel te goed. Jacques Soler left. Nou... Ik ga pleiten. Godverdomme, ik moet mijn auto opvangen. Dat is een andere baan. Wat zei je? Als ik te veel kracht krijg op deze race, dan ga ik eruit. Oh ja. Dat is een andere baan. Je hebt nog genoeg keuzes. Dit is jongen echt een moeilijk. En nou om te zeggen dat de creator.
En om nou te zeggen dat de creator ook nog echt meedoet? Sorry? Dat de creator nog meedoet? En ik speel ook de crew. Speel je nog Fortnite, Keizerin? Oh. Een kop op. Ik voel me weer in de kapper. Oh, ik kan mijn handen niet op school. Ja, af en toe. Heb je wel even honger kunnen halen? Willy, een dubbele spin. Tering. Nee. Hé, dat lijkt mij wel. Zo deed ik het ook net. Ups. Nou, wij hebben dit weekend hebben wij No Life Fortnite gespeeld. Ja, die lag net op zijn kop. Twee bochten achter elkaar. Dat hij zelfs moest respannen. Nee, we hebben genolifed. Ik was level 78. Nu wel level 100. Daar weet ik die kop aan. Willy was ook level 77, nu 98, dus ik heb nog heel leven. Mookie is nog erger. Mookie was level 35. Was. Nu level 75. Ze heeft een ooit mijn trollwijs gestart en heeft ze een nooit gevonden. Hey Purple Haze, how are you? Laat me raden. Morgen gaan jullie weer spelen. Ja, morgen moet ik gewoon werken. Morgen moet ik maar eens tegen leuk. En Mookie moet eigenlijk studeren. I'm great. Thank you. Bit busy with not falling down. Jezus, wat een kutrace is dit. Wie heeft deze uitgekozen? Willy heeft hem uitgekozen. Hij is Jeremy Powers heeft hem gemaakt. Ik hoor van Mookie, jezus, wat een race. Willy is heel hard aan het twijfelen om hem te gaan vervangen. Doe het met Go Hard or Go Home. Mookie zegt, kan je hem niet veranderen voor mijn baan? Als het nodig is, kan ik er een aanpassing aan doen. Hij kan hem zelfs nog aanpassen voor je. Ik heb toch altijd. Voor z'n tegen doen. Oh, Willy zegt als je hem aanpast, dan kan hij hem wel volgend seizoen erin doen. Ja. Dat maakt me wel zo. Dan gaat hij hem zeker voor je aanpassen, Willy. Jeet. Oh ja, proefwerken altijd leuk. Proefwerken? Nee, SE's. Mookie heeft een SE. Nog wel leuker. Een C. Een schoolexamen. Oh, dat is een nog kuttere... Oh! Nee, ik rijd 1.34. Ik ga me nou maar liever voor en ik kon hem niet meer op tijd treffen. Dan moet ik even een keer jouw race bookmarken weer. Dan kunnen we even kijken. Ja, maar ik heb volgens mij wel Midi heeft nog geboekmarkt staan, denk ik. Maar ik kan hem heel makkelijk vinden.
Maar ik wil even kijken wat er... wat Willy wil doen. Zodat hij mee kan doen. Mochten we deze race erin houden? Willy is aan het twijfelen. Ja, of met andere auto doen, want dit is gewoon veel te snel. Ja. Even met iemand buiten de groep. Ja. Ik heb morgen rekenen en ik begrijp helemaal niet. Wat voor rekenen? 1 plus 1 is. Die grap wilde ik al maken. Sorry, wiskunde. Ik keek laatst naar van die opdrachten voor wiskunde. En toen dacht ik bij mezelf, oh mijn god, dat heb ik ooit geweten. Maar de fuck, ik weet er echt niks meer van. Over cosinus en sinus en onder de grafiek en weet ik wat allemaal. En dan denk ik bij mezelf, Ja, stap je nu meisje terug? Iemand, ik was laatst iemand aan het kijken en die gaf, die was ook, wat was hij aan het doen? Oh ja. Gewoon een vervoeging van een aqua, zo van 2x plus 15 is y. Zulke dingen. Ja. Nou, ik snap er alweer geen reet van. Met 2x plus 15, dat is 2 is de x-coëfficiënt van deze bekende punt. Dus y is ax plus b. Dat bedoel ik. Oh ja, ik heb 100 props, hè. Nooit gebruikt. ik heb die toen laten toevoegen, daar heb ik ze nooit meer gebruikt in de race of zo. Dat is wel apart. Laat ik het zo zeggen, het is een rekenen en wiskunde en scheikunde gemixt. Poepoe. Nee, go hard to go, dat was hem. Rekenen, wiskunde en scheikunde. Hapoef. Ja, maar scheikunde, dat is ook een deel wiskunde. Maar dan met... Wat gebruik ik nog eigenlijk van wat ik geleerd heb op de middelbare school? Engels, Duits, Frans, Nederlands. Engels, Nederlands. Sommige dingen van wiskunde gebruik ik nog wel. Ja, de kans berekenen van... Doe ik nog wel een beetje. En gewoon de standaard rekendingen plus min... En wat heb ik nog meer gebruikt dan veel? Ja, informatica. Dat is het enige eigenlijk. Nee, informatica, dat heb ik ook. Ja. Want... Ik straks Java editor of GameMaker of zo gaan gebruiken. Nou ja, dat soort dingen heb ik ook niet gebruikt. Maar wat ik bijvoorbeeld heb geleerd is over hoe je met Excel bepaalde dingen kon aan formules kon maken. Van die hele moeilijke dingen. Nou ja, we hebben nooit Excel. Dus ik weet nu hoe ik hele spreadsheets moet maken met berekeningen op pagina A, dat doorzetten naar pagina B. Dus als je op A wat invult, dat je op B een antwoord krijgt. Ja, maar dat is allemaal... Oké, hier aan de binnenkant mag ik dit wel verlengen, dus je niet compleet hier op één kan staan. Hoe je een bom moet plaatsen. Een bom, ja, die zegt boom. Nee, ja, dat soort dingen. Dat is echt... Ja, maar dat is altijd het aparte. Je leert zoveel op de middelbare school. En dan denk ik, ja, er zijn een paar dingen die echt handig zijn. Die je niet leert. Wat ik al vorige keer zei. Je belastingen invullen. Dat soort dingen. Maar je leert dan... Ja, sorry. Voor mensen die wiskunde gaan doen, is wiskunde heel handig. Maar... Wiskunde is zeker handig. Wiskunde? Tuurlijk. Hoe bedoel je? Als je een beetje goed kan rekenen, is dat altijd makkelijk. Ja, rekenen. Maar ja. Ik heb het over wiskunde. Dus over onder de oppervlakte onder een grafiek berekenen. En, nee, daar heb je niet veel aan. Nee, dat bedoel ik. Nee, ik ga deze race even compleet... Wel duidelijk inzicht en dat soort dingen. Rij ook wel dat soort dingen, ja. Maar van de middelbare school, wat gebruik jij nog? Nederlands, Engels, Duits misschien een beetje... En een stukje rekenen. Niet alles van wiskunde, maar een stukje. Tekenen. In mijn vak. Ja, in tekenen. Oké, okay, ja. Creatieve dingen, dat is mijn vak. Handig. Hé, hey, Lama. Zoals tekenen. Ja. Handarbeid. Nee, daar had ik helemaal niet zoveel. Ja, handarbeid. Techniek.
Bij handarbeid vond ik het wel handig. Ik leer een lamp maken, techniek. Ja. Maar biologie, scheikunde, natuurkunde. Ja, natuurkunde nu wel. Biologie. Natuurkunde nu wel. Wifi, radiogolven. Ja, daar houdt het eigenlijk een beetje bij op. Natuurkunde, ja, dat is iets wat ik wel wil gaan gebruiken. Kijk, er wordt ook gezegd van, je gebruikt maar 10% van alles wat je leert. Voor maatschappij, dat is ook wel nog redelijk handig. Ja, maar bij maatschappijleer daar leerde ik ook niet heel veel. Nee, dat was meer ouwe hoeren. Nee, je leert er niet heel veel, maar sommige dingen zo. Maatschappijleer was het alleen maar bijna ouwe hoeren, ja. Hetzelfde geldt voor levensbeschouwing. Leven, dat het leven en filosofie is allemaal wel gedaan, sommige dingen. Ja, sommige dingen, ja, ja. Ja. Maar levensbeschouwing keken wij films. En dan gingen we daar de morale les uit leren. Levensbeschouwing. Ik ken dan godsdienst. Ja, godsdienst was het eerste jaar. En dan leerde je alles over godsdienst. En daarna werd het levensbeschouwing. Hmm. Nee, we hadden informatica. Ja, dat is wel handig. Bij ons kun je kiezen informatica of godsdienst. En voor godsdienst gekozen. Echt waar? Oh nee, ik had ze alle twee. Zijn mijn vader aan godsdienst heb je veel meer. En daar leer je ook nog dingen van. Ja, uiteindelijk. Heb je nu niet spijt dat je dat dan niet informatica hebt gedaan? Dat je meer met want computers ik komt? Ik weet niet veel meer van godsdiensten. Laat mensen ja, okay. Niks geen weet van hebben. Ja, oké. Okay, maar had je niet toch iets van informatica willen hebben? Dat je weet hoe computers en al dat soort dingen meer... Heb ik later geleerd. Ja, dat klopt. Dan leer je, als je zeg maar naar een gerichte opleiding gaat, dan als je dat nodig hebt, dan leer je dat. Ja, ja. Ik had in mijn eerste jaar, bijvoorbeeld voor F&B, moest ik heel veel mijn computer gebruiken. Ja, oké. Okay. Dan leer je daar wel wat meer. Dat klopt. F&B deed je alles op de computer bijna. Met schema's en koersen en berekeningen van hoe je dingen moet berekenen. Mm-hmm. Van producten en inkoop naar verkoop en hoeveel procent en dit en dat. Purple Ace was hier net. Ja. Toen zei ik volgens mij Jeremy Powers, toen was hij weer weg. Wat is er? Sorry? Nou, hij zei, ja, hoe gaat het en dat soort dingen. En toen had ik het over Jeremy Powers, omdat die race natuurlijk voor hem was. En toen opeens was hij weer weg. Geen vriendjes? Nee, geen vriendjes. Ik zal nog wel een keertje uitleggen. Ik ga in ieder geval wel de stream stoppen. Ik ben er dinsdag weer, jongens. Want dan gaan we de nieuwe Fortnite seizoen openen. Dus ik zeg voor nu, later!